toen was die erin. Het was ook mijn, het was mijn date, weet je, zo van... Dus die hele gang is helemaal hysterisch. Ik zag mezelf, ik zag mezelf. Kan ik ineens zo achter de feiten aanlopen? Tegen pluis. Hallo. Ik heb namelijk voor het eerst in mijn leven een vers pakketje ontvangen. Het wordt echt steeds leuker. Oh, maar is het leuk? Dan kan ik lekker vertellen hoe het gaat met mijn date en zo. Dat heb ik nog nooit gezien. Welkom bij een nieuwe fakevlog. Dit weekend natuurlijk een weekendje dat de jongen hier sliep. We hadden zaterdag dus vrijwel niet geslapen. Maar gisteren voelde ik me wel prima, maar dat komt als je gewoon niet hebt geslapen, dan maakt dat niet zoveel uit. Dan heb je toch niet geslapen en dan ben je niet heel moe. Pff, jeetje. En dan nu heb ik dus wel geslapen, 7 uurtjes. En ik werd wakker, ik dacht echt, waar ben ik? Helemaal verrot. En omdat ik dus gisteren niet zo moe was, had ik me niet gerealiseerd dat ik zo verrot zou zijn vandaag. Het is echt... Ik heb hier ook een soort uitslag. Het is echt heel erg intens. Maar goed, we gaan er weer tegenaan. Ik neem... Ja, ik ga eigenlijk niet kunnen sporten vanmiddag. Ik wil gaan sporten, maar ik ga sowieso proberen te fietsen. Ik ga ontbijt maken. Ja, dat doe ik dus normaal niet. Dus ik weet niet of het nou handig is qua calorieën dingen. Maar ik ga het gewoon weer eens een keer proberen. Om het weer even wat anders te doen. Want ik ben even helemaal klaar met dat niet ontbijten. Dat broodje slankie en dat was het. Deze komt uit de vriezer. Anders had ik geen brood. Maar ja, die heb ik op de dag van bezorgd. Die bezorgd werd meteen ingevroren. Ik ga weer 2 eitjes bakken die ik dan meeneem. En dan ga ik dus nu ontbijten weer met dat wat ik ook voor ons in het weekend maakte. En normaal zit ik daar dus echt maar kort vol van. Maar ik wil het gewoon eens testen, want ik vond het zo lekker. Ik ga het wel even goed afwegen allemaal. Ik heb dus echt maanden geen muesli met yoghurt en zo gegeten. Maar ik heb er weer helemaal zin in. Eitje mee is wel heel lekker. Serieus, heerlijk om even een zakje mee te nemen. Raar, maar ik heb het vorige week dus gedaan. Het was echt super relaxed. Het kost wel veel tijd, dus ik moet even de tijd... Oeh, het is al 17. Zo hé. Dat is echt laat. Deze vanillejoghurt is natuurlijk ook helemaal niet goed. Ik wil het gewoon eens proberen. Ik durf de laatste tijd wel iets meer te experimenteren. Ik val niet af, maar ik kom ook niet aan. Ja, anders wordt het wel een heel saai leven. Voedingsmiddel, ontbijt. Het valt mee, 69, ja. Het is 160 gram, best veel. Ja, zie je, dit is al 110 calorieën. Maar ja, oké. Okay. Ja, dit gaat sowieso niet goed vandaag dan. Ik heb echt op een gegeven moment dat je gewoon je dieet gewoon moet aanpassen. Dat je gewoon ook niet meer afvalt als je maar even hetzelfde blijft eten. Nou, frambozen zit helemaal niks in. Het is duur met fruit, maar ik wil het toch wel vaker kopen, want het is zo lekker. 50 gram frambozen, nou dat is echt niet boeiend. Nee, dat is echt zo. En die muesli weet ik eigenlijk niet, het is geen suiker, maar ik heb helemaal niet op de calorieën gelet. Het kost veel tijd, Charlotte. Naar je werk. Dat is ook zo, hè. Het scheelt me zoveel tijd dat ik dit niet meer doe, 's ochtends. Dus ik had toch een nieuwe manier ontdekt dat ik dan 's ochtends me eerst ging aankleden. Nou, daar had ik vanochtend echt geen kracht voor. Als ik zo verrot ben, dan wil ik echt zo lang mogelijk mijn badjas aanhouden. Helaas. De dag zit er weer op. Zo, hé. Natuurlijk net weer veel te lang lopen kletsen en vertellen over mijn date en zo. En nu ga ik met zus of 4 gaan we het magazijn opruimen. En alles wat er staat, heb ik geen idee wat er staat. Het is allemaal van voorgaande jaren. Maar ik heb pas mijn sportbroek aan. Lekker bij de trui aan, dus we gaan ervoor. Ik ben er al. Ik wil even een sfeerbeeldje maken, magazijn opruimen. Maak je maar, het maakt niet uit, veel te weinig. Het maakt niet uit joh, ik ga straks op en in. Dit is leuk. Super grappig. Okay, de kinderen. Stap 1, we doen de deur open. Dat is denk ik best nog moeilijk. Oké, Charlotte. Hoe gaat de deur open? Weet je wat het super leuk is? De kinderen weten het nu allemaal. Die reageren er dus heel goed op. Maar soms zeggen ze echt van, geven ze complimenten. Zeggen ze, wil je het alsjeblieft in je vlog vertellen? Dan moet ik dus vertellen van dat er iets heel goed ging. Dan zijn ze helemaal stil, hè? Super schattig is dat. Oké.
Oké. Okay. Bijna half zes heb ik echt gewikkeld, maar ik heb dus echt dit, zien jullie dit? Zelfs een rimpel in mijn wallen. Maar zo, ik ga mezelf niet aan om nu te sporten, joh. Ik had mijn legging al aan, maar ik ga dan lekker morgen. Want ik heb vet honger, ik ben vet moe. Het is echt belachelijk om dat nu te doen. Dus ja, mijn gezin is wel echt vet goed geworden. Oh ja, het was heel grappig. Zeg maar, ik kwam het restaurant binnen, maar het was best wel een duur restaurant. En ik weet dat je tegenwoordig, heb ik geleerd, dat je als je wijn bestelt, dat je er water bij kunt vragen, weet je wel? En als je een restaurant inkomt, zo'n luxere tent, vragen ze toch altijd van, wilt u vast een flesje water op tafel? Dan moet je echt 10 euro voor betalen. Ja, dus ik dacht meteen, ik zei van, oh nee, wil ik straks graag water bij de wijn? En toen zei ik dat en dacht ik, oh, dat klinkt zo gierig. Want het was ook mijn date, weet je? Zo van, ik wil echt geen water betalen. Ik dacht echt, oh my god. Maar toen ging ik mijn wijn bestellen en toen later of zo viel het kwartje. Ze zei van, oh, krijg je water bij wijn? Hij zegt dat is super slim van je, weet je wel. Oh, top, die ga ik onthouden. Weet je, zo staat hij er dan in. Maar toen had ik dus water gevraagd of zo. En toen was het water weer op. Toen zei ik, wil jij even water bij de wijn vragen? Maar ik vond het gewoon heel hilarisch, omdat het natuurlijk een uitdrukking is of zo, water bij de wijn. Het klinkt gewoon super stom. Ja, het klinkt heel stom. Maar toen ging hij dus die vrouw aanhouden, die bediening. En dan zo, heel, ik ga gewoon stuk. Het is helemaal niet grappig, maar... Zo heel netjes vragen van, hey, mag ik misschien nog wat water bij de wijn? Maar ik ging helemaal stuk, zeg maar. Ik lachte hem zo hard uit van binnen. En ik kreeg het dan niet meer van mijn netvlies af. Dus ik ging echt 5 minuten, had ik de slappe lach. Dat ik echt van, echt zo hard moest lachen. Dat ik me gewoon schaamde voor mezelf bijna. Maar hij boeit hem niet, weet je. Hij ging daar ook gewoon helemaal stuk om. Ja, dat is heel schattig. En dat bedoel ik, dat is ook wel even een drukke kant die je dan ziet. Maar ik ben daar dan wel weer normaal. Maar ja, dat vond ik gewoon, was hilarisch, terwijl het echt totaal niet grappig is. Maar, ja, het was gewoon heel grappig, maar goed, ik weet niet eens wat ik dit zei. Jongens, ik sterf echt van binnen. Mensen zeiden, ik heb je gespot op first date, want ik kom morgen. Dus ik dacht gewoon in het restaurant, maar ik zit in het voorstukje. Ik ga het jullie laten zien, ik heb heel mijn Instagram al doodgespamd. Ik ben helemaal nerveus. Het ergste stukje waar ik het allerbangst voor ben, hebben ze als intro gebruikt. En het valt mee. Ik dacht dat ik echt zei, dat zeg je tegen iedereen. Maar ik zeg, volgens mij zeg je hem echt, iedereen. Echt als een heel onzeker wijfje. Nou, liever onzeker dan arrogant. En daarna kijk ik heel arrogant, maar mijn gezicht ziet er best wel prima uit. Ik was zo bang omdat ik 5 kilo zwaarder was daar, dat ik er echt niet uitzag. Het valt mee. Oh, nu ben ik helemaal klaar voor morgen.
Ik probeer dat altijd voor mezelf. De eerste week na verzet was ik doodnerveus. En toen dacht ik, laat het los, want het komt nog lang niet. Het duurt maanden. En nu is het eindelijk zover en nu kan ik het gaan toelaten. En echt iedereen zit erop te wachten en iedereen is hyped. En ik dacht echt, nee, ik wil niet. Maar het valt, denk ik, echt mee. Oh my god. Ik ga het jullie laten zien. Dan gaan ze gewoon even wat hebben. Goedemorgen jongens, ik ben naar school gefietst. Dat was heerlijk. Ik ben nog steeds echt super moe. Mijn collega's zijn echt gek. Ze zaten cadeautjes in de schoen, want ze mochten gisteren schoen zetten. En ik had gezegd, we hebben gym. Dus ik heb gezegd van, kijk voor wat er in je schoen zit. Leg het op tafel en na de gym mag je het uitpakken, toch? Maar ik doe altijd van, meteen kijken en even op tafel leggen en dan met z'n allen uitpakken. En zij laten de kinderen allemaal voor een dichte deur wachten. Dus die hele gang is helemaal hysterisch. Ik zeg echt, wat doen jullie jezelf aan? Maar ik ben ook een beetje moe, dus. Maar het was echt super grappig. Maar goed. Nu hebben ze lekker gym en ga ik lekker even wat dingen voorbereiden. Jongens, wat een dag. Vermoeid ze sinds tijden. En vanavond is first dates. En er werden dus dingen op hun account gezet. En ik ging echt dood van binnen. Ik ben zo gênant. Ik ben heel gestrest. Maar vanavond krijg ik gewoon heel veel rot. Ga ik dus hier op de bank mijn reactie filmen. Misschien wel gewoon echt zo rot. Want dat is gewoon leuk. Kijk dan. Instagram-foto maken. Echt? Ben jij zo? Ja. Dat vind jij helemaal niks, hè? Nee, dat gaat niet over. Dat is wel mooi. Mag je laatst geen foto van jou maken en nu naar mijn vriendin de deur sturen? Dat is lijkt me oneerlijk. Van jou, anders staan er wel op. Vlogs worden echt wel door 15.000 mensen vast bekeken. En dat is best wel goed. Daar ben ik ook wel heel trots op. En zoals jullie kunnen zien... Om benen, hè? Nou, daarom is het leuk om mijn eerste reactie te filmen. Want mijn eerste reactie op dit was echt hysterisch. En nu ben ik alweer rustig. Oh. Het is echt verschrikkelijk. Kijk, dat kan je wel zeggen over je neus. Maar dat zeg je niet op de landelijke televisie. Dat is een beetje het ding. Maar goed. Ik vind het dan even erg. En daarna ben ik het wel weer kwijt. Nog ongemakkelijkheid. We gaan naar Jack Schoenen. Die kan, dan een keertje vroeger doen beginnen. En plaat dit fotootje. En tot slot nog even deze varen. Het is bijna zover. Maar ik had poeder erop geknald, maar we gaan wel voor het naturel doen. Maar zullen jullie ook roepen? Ik ga stuk, jongens. Ik vind het al heel leuk hoe betrokken al mijn vrienden en collega's zijn. Ik word echt doodgespamd van Lynn. Echt, ik ben net thuis, ik red het nog, ik ben op tijd. Hallo, ik ben echt, ik sta even op statief daar, omdat je haar heel erg voelt. Ik heb eigenlijk extreem veel te doen. Ik loop heel erg achter de feiten aan. Ik heb best wel veel campagne aanvragen en ik kom er niet aan toe. De vlogs lopen een maand achter. Ik heb gisteren tot 3 uur, om 3 uur lag ik was in bed, want ik wilde die first date video online krijgen. Dat was eigenlijk niet heel belangrijk, maar ja, ik wilde die gewoon recentelijk plaatsen. Dus wel blij dat ik het heb gedaan. Maar toen was ik om 9 uur wakker. Toen ging ik even kijken hoe er werd gereageerd en zo. Toen ging ik uiteindelijk pas om 10:30 slapen, nu tot 1:15. Maar ik was dus heel verrot. Ik voel me eigenlijk weer niet lekker. Ik ben eigenlijk steeds dom bezig met slapen en dom doen, waardoor ik steeds een beetje ziekig blijf. Daarbij wil ik echt weer naar de zonnebank, want ik ben wit. Vrijdag ga ik naar mijn werk naar mijn date. Zaterdag verjaardag van mijn moeder, zondag Lot. Vanavond ladies night met Lynn. Dus ik wil er wel gewoon leuk uitzien. Ja,
haar had ik eergisteren gewassen, maar zit ook voor geen meter. Maar ik moet eigenlijk gewoon heel veel doen. Het is nu 1 uur. En ik moet over 4 uur zit ik in de bus. En de tijd gaat heel snel, kan ik vertellen. En dan heb ik nu wel geslapen, maar nog nul gechilled. Ik moet heel erg vaatwasser opruimen. Gisteren heb ik iets heel chills besteld waar ik super blij mee ben. Ik heb de laatste tijd heel erg ontdekt hoe belangrijk muziek is voor de mens. Dus ik had Spotify abonnement genomen. 2 maanden gratis, maar ik ga het daarna wel houden. Ja, ik had iets van, ik heb zoveel dure abonnementen, ik wil dat niet meer. Maar ik wilde dus een boxje kopen. Ik heb Sonos, op advies van mijn broertje, de Sonos One gekocht. Met Black Friday aanbieding was die €180. En als je er 2 koopt, is het sowieso altijd €180 per stuk. Maar ik heb er maar 1 gekocht. Hij is echt best wel mooi. Hoe kan ik ineens zo achter de feiten aanlopen? Weet ik niet. Met andere yoghurt dan van Arla, veel minder lekker. Dit is van Milbona of zo. Nee, iets anders. Melkan. Die van Arla is top. Maar ik eet weer lekker dit met deze vriend. Bye. Koffie. Nu ga ik hier aan tafel zitten en mijn vlog editen. Want wat echt nu moet gebeuren is dat mijn vlogs gaan bijlopen. Ook vanwege die maskertjes content. Jeetje, moe. We zijn er. Maar het kost dus 15,50 ladies night. Maar het enige wat we krijgen is 10 milliliter chudron. Die is lekker. Dit is gewoon gratis. Drankje, dit blikje. Ja, we hopen dat er boven meer is. Ik ben nog nooit bij ladies night geweest. Oh, hier staat ook iets. Wat dan? Oké. We hebben een goodie bag. Het was super gezellig. Ik heb alleen om 10 uur afgezet. Toen heb ik nog even met haar gebeld. Tot 10:45 ben ik langs een Mackie gereden voor ik heb nuggets en een salade, want ik had echt te veel honger. Ik heb geen brood vanmorgen. Lynn was zo lief om 3 boterhammen van haar aan mij te geven, want zij heeft eten op de werk echt super fijn. Bak en eitje heb ik genoeg. Ik ben natuurlijk nog steeds heel verrot. Ik heb keelpijn. Ik ben heel erg dom, want het is 10:45. Maar ik moest mijn weekvlog afmaken en ik ging ook meteen een Instagram foto bewerken die ik dus Lynn heb laten maken met mijn laarzen. Heel crappy binnen, maar het is een leuke foto geworden. Dus ben ik heel blij. Want die moet ik uiterlijk zaterdag online doen. Dus ik ga morgen een andere foto nog online zetten. En dan zaterdag die. En dan staat het mooi. Dus vandaag wat leuks gedaan. Foto gemaakt. Weekvlog edit. Niet echt super veel eigenlijk. Het is super laat. Ik heb nu maar 6,5 uur slaap. Terwijl ik heel kapot ben. Dus hele grote kans dat ik morgen niet meer kan. Heel dom van mezelf. Gedaan om 6 uur thuis te zijn. En nu is het 8:05. En er zijn net mijn spullen bezorgd. Super irritant. Wat heb ik besteld? Ik kan ook altijd etels bestellen. Dus chill. 2 keer watjes. Dat waren 2,5 prijs. En deze watjes. Deze muesli weer. Daar ben ik echt fan van. En dit. Want dit is echt zo chill. Maakt je was echt zoveel lekkerder qua geur. Brood. WC-papier, dat was op. Arla vanille-yoghurt is echt geweldig. Echt lekkerder dan andere vanille-yoghurt. 2 keer Lindals. Melk, ik had nog, maar het is zo lang houden, dan heb ik in ieder geval genoeg. Nog een passievrucht Lindals. Body, hou op. Weer wraps met kip kan ik maken, dus sour cream. Zalm was in de aanbieding, niet een geweldige aanbieding, maar een beetje. Dit was in de bonus. Dat is weer wat anders dan slankie. Oh, ik heb geen slankie besteld. Sorry hoor voor Bolly. Soms kan ik er even niks aan doen. Voor in de wraps.
altijd risico om dat dus te bestellen dat iemand anders het bakje uitzoekt. Het ziet er niet zo mooi uit voor Sweet Eve's. Ik hoop maar dat het lekker is. Maar ik had weer zoveel zin in dit met yoghurt morgenochtend. Dat ik het maar heb besteld. Deze heb ik net bij de Spar gehaald en de Yakult ook. En de wraps. Dit ga ik even snijden. Dit neemt zoveel ruimte in. En heb ik nog iets? Oh ja, appels. Twee komkommers, avocado, limoen en eieren. Oh, en deze. Dat zijn mijn boodschappen. Gechilled, haar gewassen, gefeund. Tegenwoordig stel ik het niet, maar feun ik het. Dan wordt het ook stijl, maar zit er nog wel volume in. Als ik het dan van onder krul, is het heel mooi. Dus mijn haar is lekker fresh voor morgenavond met haar. En verjaardag van mama. Ik kon nog even een leuke doodje voor inpakken. Ik hoop alleen dat ik niet zo rood ben. Morgen maskertje opgedaan. Met aloe vera. Uit het adventkalender. En nu is het 11:15. En nu ga ik lekker naar boven. Maar nog een wasje eruit doe ik morgenochtend. Muziek uit. De muziek is zo lekker, jongens. En doei. Wel leuke setting zo. Wow, het is leuk. Ik heb dus voor Black Friday bij Douglas besteld. En dat wil ik jullie heel graag laten zien. En daar was ik op aan het wachten. Want ik heb het naar mijn werk laten sturen. Omdat ik hoopte dat het was de enige manier waarop ik het vanavond nog kon gebruiken. Want er geweldige dingen. Heel duur. Maar ze hebben nooit deze merken in de korting. Dus ik moest profiteren. Ik heb namelijk ook gratis dingen gekregen. Ik ga het niet scherp stellen, omdat het te donker is. Dit heb ik er gratis bij gekregen. Ik heb deze weer besteld. Echt, ik wou dat ik gesponsord werd hierdoor. Ik zou het elke dag promoten. Tegen pluis. Als het regent, wordt je haar niet eens nat. Het is fantastisch. Dus ik heb meteen, want het is nu 25% korting, al 3 bussen besteld. Dat is gewoon iets wat ik blijf gebruiken. Oh, 4. Die was nu net op. Dan heb ik mezelf getrakteerd op iets wat ik al heel lang wil. Deze heb ik ooit gratis gekregen. Glam Glow. Deze is fantastisch. Dat is dat zilveren masker. Het eerste wat ik ooit kreeg van Glam Glow. Echt aan het begin van YouTube. En die staat sindsdien altijd op mijn wishlist. Maar ik krijg hem nooit. Ik vind hem te duur om te kopen. En deze had nu ook 25% korting. Dus ik moest hem kopen. En dit is dus in een fles en niet in een potje. Dus hij is wel goedkoop omdat het een mega size is. En dan ging er nu echt 15 of 20 euro af of zo. Ik denk 15. Super chill. Dan heb ik 1 brow pencil van NYX die ik altijd gebruikte. Maar toen ik hem gratis kreeg, gebruikte ik deze. Maar zodra ik hem niet meer kreeg, ontdekte ik dat ik hem gewoon te duur vind. Want hij gaat heel kort mee. Dat is dus deze van NYX. En ik deur taupe. Heel mooi natuurlijke wenkbrauw. En toen ontdekte ik die van Benefit. En die is echt 3-4 keer duurder. Maar deze gaat zo lang mee. Want sinds ik die heb gekocht, is hij nog niet eens voor de helft op. En dit is wat zachter en wat dikker. En die andere is wat meer dun en hard voor lijntjes. En hiermee teken je iets meer gewoon echt je wenkbrauw. Maar de Benefit doet ook nooit mee. Dus ik heb er 2 besteld in de kleur 2,5. Heb ik die. En die van NYX is in taupe. Volgens mij was dat het. Ik twijfel of ik er nog meer moest bestellen. Want als je dat je hele leven gebruikt. En ik ben echt wel iemand, zodra ik een favoriet product heb, gebruik ik dat mijn hele leven eigenlijk bijna. Dan kan je het beter nu inkopen, want het is nooit in de korting. Maar het was zo duur, want ik heb echt 150 euro afgerekend. Ook nog een scrub. Nog 3 cadeautjes uitzoeken. Deze. En een luchtje van Tiffany. Dat vind ik wel heel, dat is ook wel heel leuk voor een goodie bag of zo. Maar ik ben zelf super benieuwd hoe die ruikt. Ziet er zo mooi uit. Heel mooi. Oh ja. Oh, niet mijn soort geur. Ik vind het best wel een oma geur. Oh, wat grappig. Dit doet me echt denken aan vroeger, maar het heeft wel wat. Maar het is ook leuk om weg te geven. Dit ruikt niet naar mij, maar ik vind hem wel. Ik ben echt van zoet en jeugdig. En dat is dit niet. Maar ik heb dus nog 3 pakketten liggen. En ik ga ze heel even snel. Ik moet eigenlijk opschieten. Maar oh, beter ga ik nu even mijn gezichtreinigend maskertje opdoen. Pakketjes uitpakken terwijl het masker erop zit en dan douchen. Oké, ik zie jullie zo. Ik had toch die watjes die ik bij Albert Heijn had besteld van Ethos. Dat was dus die oranje budgetlijn. Ik ben trouwens best wel rood van de zonnebank helaas. Maar ja, ik zit bij hem toch in het donker en hij kent me nu al. Maar dat is maar iets goedkoper dan normale watjes. En ze zijn slecht. Ik haal ze uit de verpakking en ze vallen helemaal uit elkaar. Vind ik altijd zo. Dat vind ik soms echt bij goedkoop is duurkoop hoor. Niet leuk. Ik heb het eerder dat ik mijn huid niet zo goed reinig, mijn rozenwater. Oh, ik kan niet wachten. Dit masker heb ik echt in 2 jaar niet gehad, denk ik. Zo. Ik heb trouwens nog een pakket hier liggen, want ik kan heel lang wel openmaken met goed licht. Maar
stom, want nu komt het er maar niet van. Dus misschien moet ik het zo ook maar openmaken. We gaan even kijken. Oh, ik ben zo blij hiermee. De doos ga ik toch niet gebruiken. Hello, sexy. Dit is leuk. Oh ja, dat kwastje, die heb ik nog. Die is top. Ik moet echt met een kwastje aanbrengen. Dan is het ook veel zuiniger. Oh yeah, mega size. Hier ben ik blij mee. En volgens mij is de tube ook veel hygiënischer dan een potje. Maar goed. Ik ga even mijn gezicht nog schoonmaken met water. Het voelt wel echt cheaper in een fles dan in zo'n pot. Maar de inhoud is hetzelfde en het scheelt echt wel geld. Oh, dit is zo leuk. Ik heb hier dus ooit een video over gemaakt over dit masker. Ik ben zo fan van Glam Glow. Ik kreeg dus wel eens gratis dingen, maar... Deze kreeg ik gewoon niet meer en ik miste hem te erg. Ik moest hem gewoon kopen. Het is toch zo'n tof masker dit. Ik ben echt obsessief met dit masker. Als jullie dit zien is de korting al voorbij, maar ik heb het op mijn story gedeeld. Ik heb heel veel mensen geïnfluenced met Glam Glow, wat ik heel erg balen vind. Want ik wil niemand influenced met Glam Glow, want het is super duur. Ik heb heel veel uitslag, dus beter doe ik het niet echt om mijn uitslag eigenlijk. Maar het is slecht jongens, het is niet normaal. Nou ja, dan kan ik dit ook beter gewoon even mijn Lush unboxing doen. Want hier zit ik al super lang naar uit te kijken. Ik heb namelijk voor het eerst in mijn leven een perspakketje ontvangen van Lush. En hij staat al een maand... Hier is de dop. Ik zocht de baarse dop, maar hij is gewoon zilver. Soms ben ik heel raar. Hij staat al een maand in mijn huis. Geweldig, echt. Het ruikt heerlijk. En ik heb het nog niet opengemaakt, want ik wilde het. Ik had nu een officiële video kunnen maken, maar het komt er niet van. Dus ik ga het nu zo doen. Geweldig. Alsof ik echt bij de Lush heb gekocht. De geuren die hier omhoog komen, jongens. Wat heb ik gekregen? Snow Fairy Shower Gel, mijn favoriet. Candy Cane Bubble Bar. Vaker te gebruiken. Butterbeer zeep. Snow Fairy Bath Balm. Yog Nog Naked Body Conditioner. En de Santa Grotto Bath Balm. Wauw. Geweldig. Iets van Lush krijgen is echt life goals. Lots ook echt life goals. Ik ga geen geuren beschrijven, want dat kan ik niet. Dat ga ik mezelf niet aandoen. Dit is echt... Als ik dit zag bij Tesco en zo, dacht ik echt... Goals! Oh nee, het zit zo lang in de verpakking dat die piepschuim eraan is gaan kleven. Dit is een bubbelbar. Jongens. Mijn beste vriendinnetje heeft dus ook vanaf volgend jaar een bad. En daar mag ik ook een keer bad. Oeh. Dit is de Butterbeer zeep. Is dit gewoon handzeep? Want dat heb ik nodig. Die is op. Die ruikt best wel neutraal. Butterbeer. Leuke bol. Niet gaan eten. Het is zeep. Ja, hier ga ik dus nu meteen mee douchen. Deze had ik vorig jaar. Heb ik daar een paar van gekocht. Dit is, daar heb ik dus het parfum van Snow Fairy. Dit is gewoon echt... Als je van zoet houdt, koop het. Nu het er is. Wow, deze is mooi. Oh my god. Deze heb ik nog nooit gezien. Ik moet zeggen dat ik wel altijd een beetje moeite heb met de glitter. Omdat het zo moeilijk is om je bad schoon te krijgen. En het aan je lichaam zit. Zien jullie de glitters wel? Volgens mij niet. Het glittert als een malle. Het komt niet over. Het is echt een bizar glitter. Zo, hé. Wat mooi. Oh, dit is lekker. Dit is de... Om verpakking te besparen dus de body conditioner Yog Nog. Die ik laatst in de vlog ook met Lot had getest. Toen ik zei van is het vies dat ik dit aanraak. Ja, een bekende geur. Hemel. Oh my god. Voor in bad. Oh, mijn hele huis staat vol met spullen nu. Douche. Dit is fantastisch. Hoe ga ik dit allemaal doen, jongens? Nee, dat waren dus mijn pakketten. Ik ga het masker laten opdrogen, lekker eraf halen. En dan ga ik me heel snel klaarmaken, want... Ik ben echt veel te lang. Masker is al klaar, maar ik laat nog even zitten. Nu, super snel mijn wraps maken. Je kunt het echt met heel veel liefde maken, maar ook gewoon lekker snel erin knallen. Dat ga ik doen. Het is 3:00 s'nachts. Ik ben echt best wel verrot. Ik ben echt ziekig. Maar het was super leuk. Ik was vanaf 8:30 tot nu. En het wordt echt steeds leuker. Deze week waren we even iets rustiger aan met bellen en alles. En dat is eigenlijk wel fijn, want ik merk dat ik vorige week zo allebei hoor. Kijk je zo, ik ben je zo erg bezig met wanneer is het eindelijk weekend. En nu ging de week veel sneller dat we gewoon, we hebben wel gewoon elke dag contact gehad, maar iets minder. En dat was echt fijner. Eigenlijk. Maakt het wat minder zwaar dat ik ook... Een beetje niet zelfs. Alleen, ik wil nu niet blijven slapen. Dat kan niet.
Maar daardoor is het wel gek, want dan ben ik straks gewoon weer thuis. We zijn er aan de ene kant is het chill, want je bent je weekend gewoon nog helemaal niet kwijt. Het weekend moet nog beginnen. En dan ben je vrijdagavond kwijt en je ligt heel laat in bed. Maar het is anders dan, ja, er is geen weekenddag nog voorbij gegaan. Maar ook ergens ook weer raar, want je bent van 8:30 tot 3 bij elkaar. En nu ga ik weg en dan voelt het zo alsof je weer helemaal niet, moet je weer een week wachten tot je weer ziet. Het is best wel lang. Dus dat is lastig, maar ja. Het was echt super leuk en het wordt alleen maar leuker. En dit was date 5. Vorige keer waren het natuurlijk 2 dagen. Maar ja, het gaat echt heel goed. Maar ik ben eigenlijk echt... Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Hij zegt, sinds ik jou ken ben je al een beetje ziekig. Maar ik ga gewoon door en dan merk je er niet zoveel van. Maar ik ben eigenlijk helemaal verrot. Dus morgen verjaardag van mama en daarvoor alleen maar slapen. Morning. Nog steeds ziek natuurlijk, maar zolang mogelijk probeer te slapen. Ja, cold. Werkt bijna niet. Het is echt bijna geen... Het is echt oplichting, maar wel lekker. Oké, okay, ready. Maar is het leuk? Ik heb nog een beetje bij doen, maar ik heb weer dit aan. Want het is leuk. Ezelsjurkje, H&M panty en mijn nieuwe Mansfield laarzen. Ik ben een beetje verrot, maar... Het is prima. Ik heb niet altijd veel make-up op, maar het is zo droog en geïrriteerd. En het is... Mijn moeder viert dit keer alleen maar met dat gezin. En Melissa, mijn schoonzusje. Dus het is echt super weinig mensen. In de auto eet ik nog even een appel en een komkommer, want daar heb ik zin in. En dan ga ik nu lekker 2 tassen helemaal vol met cadeaus. Voor mijn moeder en iets voor mijn schoonzusje. Want die is afgestudeerd met Master of Science. Dus ik vond het ook wel leuk om haar nog een cadeau te geven. Dus, dubbel! Ik heb er dus best wel veel zin in, ook al voel ik me niet lekker. Ik vond het heel jammer, want mijn moeder zei dus dat we het alleen met ons gezin en Melissa deden. En toen dacht ik, zo jammer. Maar ik snap het wel, want het is heel druk. Maar mijn oma is ziek, die kan niet komen. Mijn opa is overleden, dus het is ook best wel raar. Dan... Ja, ik snap het wel. Plus gewoon drukke periodes, ik snap mijn moeders keuze wel. Maar nu ik niet lekker ben, ben ik er dus heel blij mee. We kunnen gewoon even rustig bijkletsen, weet je wel. Maar ik vind het wel het minder verjaardaggevoel als je met zo weinig mensen bent. Maar ja, het is haar keuze. Ik heb allemaal leuke cadeautjes. Ja joh, tuurlijk. Maar ja, wel zin in. En dan kan ik lekker vertellen hoe het gaat met mijn date en zo. Leuk. Maar opeens ja. Kwam te veel sport en toen was het niet meer nodig. Nee, na een bepaald tijdstip niet meer. Nee, ik was... Je had een 4:15 of zo. Ja, 4:10 was ik thuis. Dus... Ja, het ging nog vrij te eten. Om 3:00 s'nachts waren alle auto's bevroren. Deels. Ja, dat geloof ik, want dan is het gewoon helder. Dan ja. Hey jongens, dit zijn mijn cadeaus. Dit is voor mama. Hey, waar is de kaart? Die staat op net. Nee, die is voor Melissa. Dit is voor Melissa. Voor Melissa? Dit is nog wat ik over heb. Ik vraag of iemand dit wil hebben. Wat is over voor Melissa? Omdat die afgestudeerd is. Nee, ik vond het wel leuk voor haar. Waar is mijn kaart voor jou? Oh, hier is mijn kaart voor jou. Maar ik geef het pas straks. Je hebt al geen deel van de laatste jaar gesloten. Oh. Dit is voor mama. Dit is voor M. Hallo Kiekaboe. Zo. Wat wil Shot en wil Shot ook bijna? Heb je zelf de yoghurt uit laten lekken? Waarom Kanoes? Gefeliciteerd. En dat is aubergine en dat is. Ik heb niet zo. Oh, kun je een foto maken? Ja, geen pepperjuice. Nee, het zijn sinaasappels. Het lijken pepperjuice. Ik heb niet mooi deze. Het lijkt wel gevuld met zo'n lichaam. Ja, romaatjes. Ha dacht ook dat het pepperjuice waren. Wow, hein. Had je dat gezien? Hendrik. Hilarische kijkers heb ik. Hendrik de Vijfde. En zo. En die huisman. Ja. Dat is het geweldig. Dan heb ik lekker niks te doen. Lekker leeg, genieten van de sauna. Het zijn trouwens meerdere dingen, maar ik had geen zin om alles los in te pakken. Lieve mama. Ga je het hardop voorlezen? Oké. Okay. Ja. Alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Super om te zien hoe je jezelf blijft. Oh, huh? Super om te zien hoe je jezelf blijft uitdagen. Oh, ik denk al. Ja, ik denk al. Dat is nooit een probleem geweest. Jeetje. Super
om te zien hoe je zelf blijft. En ook super om te zien hoe je zelf blijft uitdagen en ontwikkelen. Cadeau, zo voelt het alsof je... Ik heb geen lucht meer. Oh my god, lekker! Maar ik reageer op die beschadiging en die dingen. Oh. Ik stel van die gasten staan zo. Toen ging ik ongeveer iets harder. Ja, het is goed, ja. Melissa, jij bent melig vandaag. Flinkseer. Nu al. Dit ook flinkseert. Ik deed niet eens. Ik deed gewoon niet eens. Charlotte, dat is echt zalig! Ja, hè? Oh my god! Nog, dan is het helemaal compleet. Sorry. Ik heb het niet meer opengemaakt. Ik ging toen naar huilen. Niemand is zo, zo doorzetten als het jij doet. Dat is wel echt waar. Ik mis de armleuning aan jullie schoenen. Oh, ik moet rijst opschrijven en jullie moeten een uitjes. Je moet het door elkaar slaan. Ja, ik ben al bezig. Ook hier. Ja. Wow, we hebben lekker nog een week te eten. Blijf op straks nog even. Ja, ik heb van waar. Is dit zuurkool? Sauerkool? Je had heel goed gedaan. Wat is dit? Oh, lekker. Ik heb een beetje veel kaas gegeten. Morgen gaan we uit eten. Mag ik een... infusion. Waarom? Woensdag gingen we eigenlijk sushi... Waarom? Oh, ik krijg gratis sushi. Lekker, voor maar, twee personen. Op het moment dat we zoveel eten over hebben, moeten we die sushi even gaan cancelen. Ik hoef niet zoveel. Maar waarom gaan jullie uit eten dan, morgen? Ja, niet zoveel. Morgen niet, ja. Maar dit is eigenlijk wel goed, ja. Oh! En waarom... Moest dus nog wat vertellen. We hebben dus gisteren op Goed Geluk gekeken. Oh. Echt? Hij vond het heel leuk. Dus ik stuur net een filmpje. Zegt hij, dit is raar. Ik heb gisteren 2 uur naar de stem van je vader geluisterd. En nu hoor ik het op het filmpje. Oh, leuk. Hij vond het superleuk. Ja, zo voelde iedereen een naam. Moet je nog meer of niet? Op zijn zijbordje? Een naambrood. Dus hij, wil je nog meer rijst? Ik wil mijn naambrood graag mee naar huis, pap. Want ik hoef nu niet. Het ziet er zo lekker uit. Ik neem mijn naambrood mee naar huis. Hey, als ik eten bestel, bestel ik allemaal dit. Thuis. Jongens, vinden jullie het leuk? Lekker! Vinden jullie het leuk? Vinden jullie het leuk dat we India's eten? Ik vind het fantastisch. Dus even we eten vlees. India's omdat mijn broer Ren in India is. Je broer Ren in India, dat komt allemaal op YouTube, weet je dat? Ja, nou, dat geeft ook niks. Op de verjaardag van Rende. Op Rende die gisteren 50 jaar is geworden. Ja! Jeetje, dat kan echt niet. Ik was 50 of niet? Lijkt wel gek. Dit ziet er lekker uit. Olivier, je moet foto's maken. Ik heb een taart. Deze taart. Dit is zo walgelijk. Doet mij denken aan Saint-Gervais. Aan opa. Frambozen taart. Waarom doet deze taart mij aan Saint-Gervais denken? Omdat wij daar wel eens... Notentaart. Eén bijvoorbeeld frambozentaartje en één walnotentaartje kochten. En die gingen we dan in 4, 5, 8 stukjes verdelen. Oh ja.
Ik wilde graag een chocolade daar, maar ik wist niet of iedereen dat zou lekker vinden. En ik wist dat we maar met 5 personen waren. Dus ik heb ervoor gekozen om 5 gebakjes te kopen. Oh. Het zijn, dit is met bosvruchten en noem maar op. Dit is met frambozen. Dit is helemaal chocola met een truffel. Oh my god. En dit is 2 keer chocolataart. Wat is dit? Ja. Bavaroa. Ja, Bavaroa. Wat is dat? Dat is met frambozen erin. Zo. Maar iedereen wil die en die zeker. Dan is een kanootje, weet je wel. Zo. Het was zo gezellig. Ik had mijn broertje eigenlijk ook al niet meer gezien sinds dat ik bij hem ging klussen. Het was echt, de vibe was zo relaxed. Ik ben ook wat rustiger de laatste tijd, dat is ook fijn. Maar het was super gezellig. Het is nu 8:30. En ja, ik voel me zo goed. Ik ben het helemaal niet meer ziek. Ik snap er niks van. Mijn keel doet geen pijn. Ik begrijp niet hoe dat kan, maar oké. En ik zie haar pas volgende week zondag. Dus ik zei, weet je wat, ik kom gewoon naar je toe gereden. Maak het niet laat. Ik blijf daar serieus maar tot 12 uur of zo. Ik ben er 8:45. 3 uurtjes, ik vind het toch waard. Maar ik heb net ontdekt dat de tank naar Zoetermeer ongeveer 25, 28 euro kost. Bizar, dus ik ben gewoon 50 euro kwijt in 2 dagen. Niet normaal, hè? Maar ja, we spreken daardoor wel weer bij hem thuis af en dat scheelt ook weer geld. Zo kan je ook denken, toch? Want als we iets gaan doen, zijn we wel meer kwijt dan 150 euro. Dus we moeten er wat voor over hebben. Ja, ik ben helemaal niet meer ziek. Ik weet niet hoe dit kan. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik straks weer helemaal instort, want mijn keel doet gewoon geen pijn. Ik begrijp het niet, maar oké. Okay. En morgen lekker met Lot om 1 uur, dus ik zit mijn wekker om 11. Dus als ik dan om 2 uur, 3 uur slaap, is het helemaal prima. Leuk, leuk leven. Superleuk, ik heb dus een samenwerking met Bloeman. En ik mocht hele mooie bloemen gaan weggeven. Je kunt het dus thuis laten bezorgen. Ik heb ze gekregen om weg te geven. En normaal kun je ze dus ook gewoon laten bezorgen bij de betreffende persoon. Maar ik wil ze natuurlijk eerst aan jullie laten zien. Even uitpakken, om 2:30 s'nachts. Wauw. Ik kreeg dus een sms'je. Uw bloemman staat voor de deur. Wow, het ruikt lekker. Bizar. Wow. Wat is dit voor een zieke bloem? Wauw. Wauw. Het is mooi. Ik ben dus altijd best wel goed met cadeautjes, maar vooral mannen die altijd cadeautjes vergeten. Hoe vet is dit? Maar dit is een ziek boeket hoor, die ik nu heb gekregen volgens mij. Ik wil dit zo graag zelf houden. Dit is zo'n mooi boeket. Wauw. Oké, het gaat niet eens om het boeket, het gaat meer om de service. Maar eventjes een momentje voor dit boeket, zeg. Ik heb nooit bloemen in huis vanwege de bol, maar wat prachtig. Oké, dit is echt prachtig. We gaan eventjes nog hier naar kijken. Pak 2 middelgrote stelen en zet ons kruislinks in de vaas. Blijf kruislinks steken terwijl je de vaas draait. Als laatste onze grote en zwaarste in het midden en voilà. Zorg alsjeblieft dat onze bladeren boven water blijven. Daar ademen we namelijk mee. Ik heb zoveel mensen in mijn hoofd aan wie ik het zou willen geven. Goedemorgen jongens. Ik heb lekker uitgeslapen. Volgens mij is het tot 2:30 in bed gelegen. Moest even weer uitrusten en een beetje me-time. Ooit. Mega weer. Ja. En
het is wel bruin brood. Ja, dat brood is zo chill. Ja, soms krijg je geen bruin. Deze jongen had een gekookt ei gevraagd en hij kreeg een rauw ei. Hij had een rauw ei. Wil je er ook in het geval? Een gekookt eitje. Ik kreeg gewoon een rauw eitje. Het valt wel een beetje rauw op de dag. Ja. Heeft iemand dat ooit meegemaakt? Hij. Ja. Ik weet niet goed wat ik moet filmen, maar ik word altijd zo blij van de beelden met Lot. Dus ik zet hem maar even aan. Hallo. Leuk. Ja. Maar wil je nu nog... Hallo. Dat is goed beeld. Mijn nu... is je dat verschil tussen jou vlogs en mijn vlogs, maar ik wil die crappy. Ja, maar jij hebt wel wat rauwe ei. Ja. Ik ben echt benieuwd of het duidelijk genoeg is voor je volgers wat er gebeurde toen. Nee, want ik heb er niks meer over verteld. Nee, je hebt gewoon laten zien van, oh, leukie. Gaan we hier naar binnen? Weet ik niet. Ja hoor. Oké. Oké. Ik ga gewoon door. Ja, maar echt niet uit. Soms voel ik me dan heel ongemakkelijk. Soms alleen. Heel soms. Ik zin in donuts en chocola. Ja, maar we gaan toch... Zullen we nu eerst... Willen we nu winkelen of willen we chocola? Nou, ik hoef nu geen chocola. Wil je nog hier kijken bij Ici Paris? Oh ja. Ja. Oké. Mag je nu uit? Walking in a winter wonderland. Het is ook best irritant om naar te kijken voor je volgers, want je filmt letterlijk mijn jas. Super leuk. Echt leuk beeld. Dat ik weer terug zie, ben ik wel van blij dat ik het heb. Ja, dat is wel fijn. Ik dacht, ik ga de reactie filmen met de bloemen, maar dat kan helemaal niet. Dit is echt super lastig. Hallo. Hey, wat ben jij bij je? Is dat voor moois? Mocht ik geven aan mensen. Wat aardig van wie? Hier mijn camera verstopt. Echt, wat leuk. Leuk hè? Wat goed.
Is het wel licht genoeg? Nee, het is super donker. Het slaat nergens op. Doe het even opnieuw. Nee, het is hartstikke donker. Nee, ik ga het even Ik ga het er sowieso in laten. Wat jij van mij? Bloemen, de bloemen heb je gezien. Oh, ik ben vroeger aan het inzoomen. Dat heb ik nog nooit bij je gezien. Is dat voor ons? Voor jullie. Oh, wat mooi. Ze zijn echt super mooi. Met vaas ook. Nou, geweldig. Wat zal dat goed doen? Die staan waarschijnlijk met de kerst. Ja, het is ook voor kerst. Maar je moet ze een beetje gaan afsnijden, want dat lukte mij niet. En anders gaan ze dood. Geweldig. Daar zijn we echt heel blij mee. Ja, toch? Ja. Ze zijn echt prachtig. Echt mooi. Kijk, Robin, van Charlotte. Bloemen. Zo'n grote bos. Jeetje. Zoiets hebben we een keer van Fred en van de buren gekregen. Mooi, hè? Toen we hier kwamen wonen. Nee, maar ik kreeg een samenwerking. Niets voor jou? Nee, ik neem ook nooit bloemen mee. Pasta. Mooi. Was je dat ook? Heel mooi, hè, man? Ja, echt mooi. Thuis, koud en moe. Was ik natuurlijk al. Vanavond echt vroeg naar bed en hoop dat het vanaf morgen weer even wat beter gaat. Ik ben al 2 weken aan het kwakkelen. Dit was mijn outfit. Alsof ik een pyjama aan had de hele dag. Super chill. Haar zit echt niet. Dus ga ik lekker wassen. En ik had helemaal geen zin om te winkelen. Maar ik zag dus het blouseje wat ik in het beige en paars heb. En die met blauwe, met zwarte stippen is ook een beetje hetzelfde, zeg maar, van Zara. Hadden ze nu in deze kleur, ben ik heel blij mee. In XS heb ik die. Die valt heel groot. En volgens mij is dit hetzelfde blouseje als dat lichtblauwe blouseje van Zara, wat ik zo leuk vind. Allebei 20 euro, dus dat hoef je dan niet te passen. Dat vind ik, volgens mij is het hetzelfde. Echt een katoen, hè? Dus niet zo stijf. Dus hier ben ik super blij mee. En ik moest broeken terugbrengen, dus ik krijg zelfs nog 16 euro terug. Dit is een M en dit is een XS. En ik heb nog heel snel bij die hoogvliet van Boosjes gehaald. 2,50. En de blauwe bessen waren 1,50. Vond ik wat chill. Heb ik 2 bakjes gehaald. Kan ik dat morgen weer lekker eten. En het brood was wel opgeruimd, dus ik heb dit brood. Want ik zei al tegen Lot, ze kent me ook inmiddels een beetje. Als ik dan nu nog naar de supermarkt was gereden, dan had ik het heel laat gemaakt. En nu kan ik gewoon, het is nu 6:15. Dus dan kan ik nu gewoon lekker mijn haar gaan wassen. Hoef ik niet meer te eten, ik heb worteltjes gegeten. Ik heb nog een restje van mijn pa. Ik was gisteren weer bij Haar, dat verteld. Dus ik heb hem toen de helft gegeven van het bakje, want ik vind het altijd leuk om. Want ik ben Ruben ook altijd eten aan papa geven. Het eten van gisteren heb ik hier nog een beetje. Als ik nog wat wil eten, maar ik heb best wel wat gegeten al. Dus wortels op. Lekker, dit nog voor morgen. Dan ga ik nu mijn haar wassen. Video bewerken in mijn pyjama en dan lekker op tijd naar bed. Ik heb ook nog zalm, dus moet ik nog trek krijgen. Heb ik nog wel wat in huis, maar niet veel. Ja, het is inderdaad hetzelfde blouseje. Dus ik vind het wel leuk op zich op een broek met gewoon witte sneakers. Een beetje casual. Trek natuurlijk wel veel vel en vlekken aan, maar... Ja, zo is je misschien niet heel leuk, maar ik hou er wel van. Ja, dit is echt top, joh. Leuk. Zelfs Europe is leuk. Jammer dat ze oversized vallen. Dit is een XS, want zelfs deze is bij mij nog te groot. En ik heb L. Heel soms M, maar meestal L. Hier ben ik heel blij mee, want dit zijn gewoon mijn favoriete blouses. En deze gaan denk ik ook best wel lang mee. Het zijn gewoon stevige dingen. Leuk. Ik hoop dat ze nog meer kleuren gaan uitbrengen. Top. Superleuk. Ja, super chille services van Bloemon. Ik kende het al, dus ik vond het heel leuk dat ze mij benaderden. Mama is heel blij met de bloemen. En als je nu even in de beschrijving kijkt, zit daar een linkje. En met de code Charlotte Christmas. Charlotte Christmas krijg je die gratis vaas erbij. Dus alleen met die code. Nu speciaal voor de kerst. Dus dat kun je zeker doen als het je leuk lijkt. En ik vond het super leuk om bloemen van ze te ontvangen en ze te mogen weggeven. Dus weet ik het bijna. Ik heb ze ook dit gekocht. Ik moest het kopen. Ze hadden meer dan 60 van dit soort dingen. Geweldige smaken. Maar naar deze ben ik gewoon benieuwd. Is het gewoon rode kleurstof of is het echt red velvet smaak? Dan moet het wel een cacao smaken, niet alleen naar wit chocola. Kost dus €3,25. Echt super duur, vind ik zelf. Maar wel heel leuk. En omdat ik eet echt een beetje vaag vandaag. Maar ik heb 2 truffels op. Koffie. Gember, peer, druivensap. Salade. Dus vochtend ontbeten met... Nou ja, het valt wel mee. Ik eet nog wel een beetje van het restje van het eten van mijn pa. En ik ga gewoon even lekker deze met zelf chocolademelk maken. Ja, jammer. Ik zal tegen Lot morgen ga ik weer even wat strenger met mijn calorieën doen. Want mijn doel was nu om eventjes 2 maanden een beetje gelijk te blijven. Dus ik ben nu stabiel. Dat lukt me nu. En dan ga ik nu weer even... Want ik voer ze niet meer streng in, hoor. Ik ben gewoon net in mijn hoofd bewust van... Oh ja, dit is ongeveer zoveel, dit is ongeveer zoveel. Ik voer het niet meer zo streng in. Dus ik ga denk ik morgen weer beginnen met eventjes wat strenger. Want daar heb ik wel weer zin in.
Ik ben benieuwd. Volgens mij kan je er ook echt een vet grote chocomel mee maken. Maar ik wil echt niet meer melk dan dit hoor. Ik hou er niet eens van warme chocomel eigenlijk. Maar ik was er te benieuwd naar. En ik heb vandaag heel veel behoefte aan zoet eten. Het ziet er super nasty uit hoe ik dit loop te eten en dit al klaarmaak. Een rare dag vandaag. Je kunt er niet echt twee keer mee doen, denk ik, want dan smelt het al. Ik weet niet of mijn melk warm genoeg is. Ja. Lekker je vinger erin lopen. Ik denk dus dat het nu al zoet genoeg is. Dat ga je toch niet meerdere keren gebruiken? Ik ga nu eens proeven. Oh nee, nu proef je het nog niet echt. Die kleurstof. Het is gewoon kleurstof wat je aan het eten bent. Vraag me af of ze dus... Zouden ze alleen witte chocolade hebben gedaan met kleurstof? Of zouden ze nog iets hebben toegevoegd? Ik denk het eerste. Ik is denken of het nou alleen witte chocolade melk is of dat het wel naar iets anders smaakt. Maar het is in ieder geval super lekker, maar het is natuurlijk wel echt duur. Volgens mij is het echt alleen wit chocolade. Er zit niks red velvet-achtigs aan. Het ziet er alleen zo uit. Het is lekker en leuk om cadeau te doen, maar ja, ik kan het beter gewoon zelf maken. Super duur. Nou, dan ga ik de weekvlog hierbij afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe even je duim omhoog als je hem leuk vond. Ik ga lekker mijn haar wassen en editen en slapen. En ik zie jullie volgende week weer op Instagram. Doei!